precies. Nou, dit is een beroepenwedstrijd voor de landbouwmechanisatie, georganiseerd door vakkanjerswedstrijden. En we hebben hier dus deelnemers uit Nederland en deelnemers uit het buitenland. En die hebben dus een competitie met elkaar. Hebben die zich opgegeven? Ja, we hebben voorrondes gehad. Ja. En daarvoor kon iedereen zich opgeven. En de beste vijf die doen dus nu mee met de nationale wedstrijden en de internationale wedstrijden. En ze moeten die tractoren weer aan de praat krijgen? Ja, er zitten storingen in. Dit is elektronica. Dus zo heb je van elk stukje wat op de trekker zit, zoals de transmissies of de hydrauliek. En daar zitten allemaal verschillende storingen in. En iedereen krijgt dezelfde storingen, maar ze moeten het allemaal zelf oplossen. Doen ze daar 4 dagen over? Ja, ze hebben per onderdeel 3 uur de tijd. Dus ze hebben dus 's middags een onderdeel en dan 's morgens. En zo heeft iedereen alle opdrachten gehad in die 4 dagen. Ja, we hebben verschillende importeurs die als dus trekkers beschikbaar stellen. En dat is dus de John Deere. We hebben daar de Klaas tractoren. Daar is nog de Vent en Deutz. Hier achter me is nog de Massey Ferguson en de Kees Steyr.